und Bildung hat ihn nicht angeregt. Der Weg von Verladenheit nach Gemeinschaft. Das Dehnen, das Dehnen, Tieren, Tieren, Vogels, Vogels weg. Zou niet zo bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten, die momentopname. Heeft wat men altijd noemde schoonheid. Schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen, zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef. Niet meer alleen het kwade, de doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig, maar ook het goede. De omarming laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de taal en schoonheid opgezocht. Woorden daar, dat zijn